Leuk dat je op deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik voor vandaag weer de verzamelshoplog van de maand oktober. Ik zit er lekker in mijn zondagse koffie bij. Het is vandaag ook zondag als ik deze video voor jullie opneem. Maar ik bedacht me, oh ja, ik moet nog voor jullie de verzamelshoplog van de maand oktober op gaan nemen. En ik dacht, ja, ik kan me allemaal gaan lopen opfleuren. Ik kan er een make-upje op gaan gooien. Maar daar had ik allemaal geen zin in. Het is vandaag gewoon zo'n lekkere slow Sunday. Dus ja, jullie moeten het hier maar eventjes mee doen. Ik zit op onze slaapkamer. Het raam staat toevallig een stukje open. Dus mocht je wat achtergrondgeluiden horen, dan weet je daar alvast vanaf. Ik heb hier rondom mij een aantal spullen liggen die ik in de maand oktober heb gekocht. Voor mezelf, maar ook voor de kinderen. En zoals jullie het ondertussen al langer weten, vind ik het gewoon ontzettend leuk om mijn geshopte items met jou te delen. Dus als je benieuwd bent naar mijn geshopte items van de maand oktober, blijf dan vooral kijken. Vergeet niet deze video vast een duimpje omhoog te geven. Eet abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen. Ik vind de maand oktober echt heerlijk om alles een beetje te organiseren. Een beetje te inventariseren wat we momenteel allemaal nog hebben voor het najaar, voor de komende winter. Dingetjes uit te zoeken, dingetjes weg te doen. En voornamelijk voor de kinderen is dat gewoon heel erg fijn. Dan ga ik altijd kijken, wat kunnen ze nog qua wintergarderobe aan? Wat hebben ze nu nodig? Sowieso nieuwe schoenen. Winterjassen hebben ze toevallig allemaal nog van vorig jaar. En die hebben we toen al wat groter gekocht. Dus die kunnen ze nu prima aan. En mochten dan aan het eind van het seizoen het te klein zijn, ja, dan begint toch 9 van de 10 keer de sale. Dan koop ik liever in de sale nog een keer een winterjas bij, dan dat ik nu alweer met een peperdure winterjas, ja, mezelf het moeilijk gaan maken, want helemaal niet nodig natuurlijk. Ik vind oktober ook een hele fijne maand, want het voor ouders zijn de kinderbijslag, dus dan kun je de kinderen net even wat meer verwennen. Ja, en ik moet zeggen, ik ben voornamelijk voor de kinderen dit keer echt losgegaan. Ik moet er wel eerlijk bij vertellen, een aantal dingen wordt momenteel gedragen, een aantal dingen zitten boven in de was. Dus ik heb niet alles hier rondom me heen liggen, maar het is nogal genoeg om met jullie te delen. Ik denk zelfs dat het wel een beetje zo'n mega shoplog gaat worden. Ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Ik heb dille en kamille, ik heb zeeman als ik het goed zeg, ik heb kruidvat, scapino, H&M heb ik. Ja, ik heb echt genoeg, dus laten we gewoon snel beginnen. En we gaan eventjes beginnen met de Van Haren. Want begin van de maand oktober hadden zij op sneakers momenteel allemaal verschillende kortingen. En ja, sneakers zijn gewoon ideaal voor jongens. Dus ik had voor Jorg en voor Jax nieuwe sneakers gekocht. Als deze video online komt, weet ik niet of dat er nog zo'n specifieke actie geldig is bij Van Haren. Maar altijd de moeite waard om even een kijkje te nemen. Jorg heeft momenteel zijn sneakers aan, dus die kan ik moeilijk hier in beeld laten zien. Maar ik kan ze wel van Jax even delen. Dit zijn de nieuwe sneakers van Jax. En als ik ze zo zie, dan denk ik echt, goh, wat heeft mijn kind grote voeten. Maar daar hadden ze me al voor gewaarschuwd. Zeker omdat ik nou eerst een meisje had gekregen en daarna pas een jongen. Jongens groeien echt veel sneller, want dit is dus een maatje 27. Dat ik echt denk, god, toen Liv 3,5 was, zat hij nog langs nog niet in deze maat. Maar Jax heeft ze gewoon echt nodig. Hij heeft ze ook al een aantal keer gedragen. Het zijn wat hogere sneakers van Skechers, helemaal in het zwart. Er zit een heel fijn voetbed in. Het is ook lekker stevig. En ik vind dit model altijd heel erg leuk bij jongens. Zeker in het najaar dat dat wat hoger is. Ja, en dan zul je denken, goh, zwarte schoenen voor kinderen. Ja, ik hou niet van die hysterische schoenen. Van die Lelly Kelly schoenen met glittertjes en lampjes. Dat vind ik echt verschrikkelijk. En ik had een aantal meerdere sneakers uitgekozen voor Jax. En deze vond hij toch het leukste. En daar was ik ook wel heel blij mee. Want zwart kan eigenlijk altijd. Deze waren toen afgeprijsd. Ik denk dat ik hier rond de 31, 32 euro voor heb betaald. Maar desondanks hele fijne sneakers. Heel budgetvriendelijk ook. En ja, Jax is er blij mee. Dan gaan we van Haren door meteen naar de Scapino. Ik denk, dan hebben we dan de schoenen maar meteen gehad. Voor Liv. Ach, voor Liv is het gewoon momenteel zo'n struggle. Qua kleding, qua schoenen, noem het maar op. Ze is natuurlijk flink aan het prepuberen. Ze heeft echt wel een beetje de eigen stijl dat ze aan het ontwikkelen is. Vind ik als ouder zijn ook helemaal prima. Maar haar lichaam is ook op zo'n rare manier aan het ontwikkelen. Ze is gewoon heel dun en ze is heel lang. En dat is hetzelfde met haar voeten. Ze heeft hele smalle voeten, maar ze zijn wel heel groot. Dus ze wil heel graag stoere boots of sneakers. Kijk, en met een sneaker kun je dat nog een beetje aanreigen met veters. Maar met boots kan dat niet. Dus ik heb met Liv echt wel zoveel winkels afgezocht voor gewoon leuke Chelsea boots. En we kwamen ze toevallig tegen bij Scapino.
ook weer met een korting kunnen kopen. En het zijn uiteindelijk deze geworden. Het zijn, ja, je zou denken, ook echt hele lompe schoenen. Maar het valt dus qua voetbed echt mee. En dat is voor Liv gewoon ideaal. Het is niet zo'n hele brede schoen, al oogt het op deze manier van wel. Maar hij is lang genoeg en ze heeft nog steeds wel een beetje ruimte. Maar ze heeft niet het idee dat ze eruit vloept, als dat enigszins logisch klinkt. Er zit een rits aan de binnenzijde, super makkelijk aan en uittrekken. Gouden details hier aan de zijkant. En deze heeft ze in een maatje 35, als ik het goed zeg. Ja, dit is een maat 35. En die waren nou volgens mij maar 30 euro. En ja, vind ik op zich gewoon een prima prijs voor een schoen. Liv is niet zo heel zuinig met haar schoenen en met haar kleding. Kan ik echt honderden euro's aan uit gaan geven? Vind ik zonde. Ze kwam ook al geregeld thuis dat ze Nike's had gezien. Van mij mag ze best een keer wat duurdere schoenen hebben. Dat boeit me niet. Maar eerlijk is eerlijk, die is daar gewoon niet zo heel zuinig op. Dus dan vind ik dat gewoon zonde van mijn geld. Maar met deze is ze blij. Dus ja, mama ook blij. En bij de Scapino heb ik ook wat voor mezelf gekocht. En dat is kleding. Ik heb in het verleden al wel eens vaker bij Scapino kleding gekocht. Helaas gaat niet de volledige collectie tot een wat grotere maat. Meestal gaat het tot XL. Ik heb toen ergens begin dit jaar op Instagram een reel gedeeld. Ook met een heel leuk jurkje van Scapino. Die ging echt in één dag viral. Dat was echt bizar. En dat jurkje vond ik helemaal fantastisch. Ik hield helemaal van die stijl. Maar toch vond ik hem net op de boezem iets te strak zitten. Dus ik heb hem toen uiteindelijk retour gedaan. In de hoop dat daar nog een maatje groter van ging komen. Maar dat was helaas niet zo. Nu zag ik dus wel een soort vergelijkbaar iets. Ook weer in een jurkje. Ook weer dat maar tot XL ging. Maar wel iets anders waarvan ik dacht, hey, dat gaat wel tot een wat grotere maat. En dat gaf ook een beetje diezelfde vibe af als dat jurkje. Ja, en als dat jurk dan niks wordt, dan ga ik gewoon hiervoor. Ik vond namelijk deze hele leuke blouse met details op de mouw. Het geeft, ja, mocht je die reel niet gezien hebben, ik heb mijn Instagram sowieso gelinkt staan in de beschrijving. Maar mocht je hem wel gezien hebben, dan snap je een beetje welke vibe ik bedoel. En deze blouse ging dus wel tot XXL. En het wil niet zeggen dat niet de volledige collectie, hoor, maar het grootste gedeelte van de collectie van Scapino gaat tot XL. En ze hebben ook echt wel wat plus size items. Maar persoonlijke mening vind ik dat een beetje de wat oudbollige dingen. Ik vind echt dat leuke, dat stoerere, net als dit. Denk ik, ja, zo jammer. Want juist dames met een maatje meer hebben hier ook gewoon baat bij. Die mogen zich ook gewoon leuk kleden. Ja, een leuke blouse van het merk Today in een XXL. Ja, ontzettend leuke mouwen vind ik dit ook. Ik vond ook die knoopsnuiting heel erg grappig. Want als je hem zo een beetje over de heen doet. Ja, ik weet niet of dat heel logisch is hoe ik het nou ga uitleggen, hoor. Maar als je hem zo draagt, dan is het ook weer een iets apartere knoopsluiting. Er zit geen kraagje op, is ook een keer wat anders voor de verandering. En het is dus volledig viscose, dus dat is ook nog eens super fijn. En ik heb in het verleden al wel eens vaker blouses geprobeerd met zo'n detail op de mouw. En het is een poefie mouw, maar het is niet als je hem aan hebt dat het dan te zwaar is, waardoor je zo'n inham krijgt. En dat heb ik dus wel bij een aantal blouses ook gehad, of dat het heel stug is. Maar ja, je kunt het zien, het is een heel soepele, ja, geborduurde print, laat ik het zo zeggen. Hij was nu €19,99 en wat ik al zei, heb ik hem dus in een XL gekocht. En eigenlijk had ik het item deze hierna moeten laten zien, want ik had hem eigenlijk gekocht bij iets. Ik had eigenlijk dit item eerst moeten laten zien en dan door moeten gaan op dit item. Maar ik had die blouse gekocht bij deze, bij dit heerlijke teddy giletje. En het is qua kleur precies hetzelfde. Als ik het goed zeg, komt het ook allemaal uit diezelfde collectie. Ja, ik vind het echt de moeite waard om eventjes een keer een kijkje te gaan nemen. Niet alles wat in een winkel hangt is ook online te vinden. Maar ja, echt wel de moeite waard. We hebben toevallig in Tilburg een nieuw filiaal gekregen. En ik vond dat echt een heel leuk hoekje zo met deze. Ja, een beetje die bohemian stijl. Ja, en dit teddy vest, dit vind ik echt fantastisch. Ik ben er al langere tijd naar op zoek geweest. En nu heb ik hem gewoon gevonden bij Scapino. De voorzijde is echt van dat, ja, het is wel nep suède, maar je snapt wat de vibe is. En dan binnenin is het met een heel lekker teddy stofje. Deze heb ik in een maatje XXL, 30 euro is die. En deze gaat dus wel tot XXXL. Dus deze past wel in die plus size categorie. Superleuk gilet, ook superleuk in combinatie dus met die blouse. En ik vond hem ook qua prijs echt wel heel budgetvriendelijk. Zit nu wel helemaal onder die teddypluizen, maar
Dat is me helemaal waar. Ik ga er even iets bij pakken bij de van Vibra. Ik ga er even iets bij pakken van Vibra. Heel spontaan gekocht. Had ik het nodig? Nee, maar oprecht nu wel heel blij dat ik het in de kast heb liggen. Een nieuwe broek voor Jax. Jax heeft een aantal nieuwe broeken gehad van H&M. En ik wilde heel graag nog in deze kleur gewoon zo'n, ja, elastieke broekje met zo'n touwtje, niet te veel poespas. En die kon ik dus niet echt bij de H&M vinden. Het waren voornamelijk chino's of echt spijkerbroeken, maar dat vindt Jax gewoon niet heel fijn zitten. Hij is volle bak bezig om zelf zijn broek naar beneden te doen als hij moet plassen. En geef hem ook groot gelijk, dit is natuurlijk wel een stuk fijner. Maar een hele mooie broek met, zoals je kan zien, een ribbeltje. Aan de achterkant zit zo'n paspelzakje. Aan de zijkant zitten dan wel echte zakken. En ja, ook super budgetvriendelijk. €8,99. Hadden ze ook in het camelkleur, volgens mij in het zwart. Maar die heeft hij dus al wel gehad van H&M. En dit is een maatje 104. En het staat hem ook echt super leuk. Hij vindt hem heel erg fijn zitten. En ik vind hem echt ideaal voor het najaar. Dus blij dat ik uiteindelijk toch nog, ja, daar heel spontaan tegenaan ben gelopen. Even kijken, wat ga ik erbij pakken? Ik denk dat ik even de volledige bestelling van de H&M erbij ga pakken. Maar hier mis ik dus een aantal items van. Want momenteel heeft Liv een van de broeken aan. En een van de andere broeken van Jax zit in de was. Maar we gaan eventjes beginnen met het stapeltje van Liv. Ja, wat ik dus al zei, Liv is gewoon heel erg bezig de eigen stijl te ontwikkelen. Iets wat ze heel erg leuk vindt en wat ook momenteel viral gaat bij ons in de klas, zijn van die wide leg broeken. Dat vond ik in de zomer al een verschrikking om daar nou op zoek te gaan. En toevallig heeft ze wel één broek, zo'n groene cargo broek. En die was er nu dus ook in het zwart. Dus die heb ik sowieso voor haar aangeschaft. En daar is ze echt helemaal blij mee. Maar nu wilde ze ook een spijkervariant. Nou, ga jij maar eens op zoek naar een wide leg broek. Die ten eerste past. Die niet heel lomp is in het spijker voor Liv. Ja, echt jongens. Ik denk dat Liv wel zo'n 20, 30 broeken heeft geprobeerd. Van de Zeeman, van de Vibra, van de Zara. Noem het maar op. Voordat we eindelijk bij dit modelletje uitkwamen. En dit is dus een wide leg broek in het spijker. En oh, ik ben zo blij dat de H&M dit nog steeds doet. Er zitten gelukkig van die elastieken in. Want ook deze broek is qua lengte gewoon perfect voor Liv. Maar is gewoon eigenlijk nog steeds te breed voor haar. Maar ik vind het ook super lelijk om dat het dan de middel goed zit. En dat die broek dan zo hoog water valt. Ja, het moet wel een beetje over die sneaker heen vallen. En deze, ondanks dat hij wide leg is, is hij ook niet heel overdreven wide leg. Dus het is ook niet dat mijn kind in die broek verzuipt. Ze heeft hem in een 146. En deze was, als ik het goed zeg, €20. En ja, ze zei al, mama, ik vind het zo'n fijne broek. En ik zag al dat ze van deze variant, volgens mij donkerspijker, volwassen zwart, echt heel veel varianten had. Dus ik zei al tegen haar van, weet je, als er dan binnenkort weer zo'n Members Day is, dan zal ik er nog eentje bij bestellen. Dus dat is wel een tipje. Heb jij een lang kind, een heel dun kind, dan zijn dit echt wel de hele fijne broeken daarvoor. En als laatste kreeg Liv ook nog een nieuwe trui. Heeft ze zelf uitgekozen. Ze zit een beetje in de grijze muizenfase. Helemaal prima. De buitenkant is een beetje van dat volwassen grijs, als je het kan zien. En er staat, ja, in dezelfde kleur een print op geborduurd. Binnenkant is lekker van teddystof. Deze is van 146, 152 en volgens mij was deze €15 of zo. Dus ja, daar was ze ook super blij mee. En dan ben ik toch stiekem ook wel blij dat ik voor Jax nog steeds zelf de kleding uit kan kiezen. Want de jongetjescollectie, ik had er moeite mee om een keuze te maken. Meestal heb ik dat met de meisjescollectie. Maar omdat Liv natuurlijk zelf de kleding voor het dan uitkiest, heb ik dat geromslop niet meer. Dus ik heb voor Jax ook wat leuke dingetjes gekocht bij de H&M. Te beginnen met iets al voor de feestdagen. Ik denk, als ik het nu niet ga aanschaffen en ik ga het tegen die tijd wel doen, dan is het er gewoon niet meer. De kinderen krijgen voor mij altijd onder de kerstboom een nieuwe pyjama. En hoe leuk is deze voor Jax? Je krijgt er een shirt en een broek bij. En dit, ja, zoals je kan zien, er staan dino-koekjes op. Nou, blijer kun je dat kind niet maken. Hij houdt net als zijn moeder van kerst. Hij houdt van dino's. Dus echt, deze pyjama is bij hem op het lijf geschreven. Ik heb hem iets groter gekocht dan normaal. 110, 116. Maar ik vind sowieso die pyjama's van H&M best wel klein vallen. Jax is wat groter. Niet zozeer heel breed. Maar ik vind het ook niet fijn voor hem als hij 2 dagen die pyjama aan kan. En dat hij daarna alweer te klein is.
En wat ik al zei, zit ook nog een bijpassende broek bij. Ze hadden sowieso hele leuke pyjama's. Dus wat ik al zei, ik moest echt even een keuze maken. Maar dit was wel echt mijn favoriet. Deze was volgens mij een tientje. Maar de bestelling van H&M heb ik toevallig ook met een Members Day of met iets gedaan. Er was in ieder geval ook korting. Dus ja, deze was nou 8 euro of zo. Superleuk om voor de feestdagen onder de boom te leggen. En wat ik dus al zei, voor Jax was ik echt op zoek naar broeken. In de zomer zie je dat toch niet, dat broeken te klein zijn. Qua middel, ja, komen de kinderen niet zo heel veel aan, maar het is voornamelijk qua lengte. Maar het moment dat de eerste lange broeken uit de kast komen, dan zie je pas hoe hard je kind heeft gegroeid in de zomermaanden. Dus ik had voor Jax ook weer wat nieuwe broekjes besteld. En deze heb ik dus in deze kleur besteld en in het zwart. En de zwarte zit toevallig in de was. Maar dit is echt, ja, dit zijn zulke fijne broekjes. Toevallig zat dit niet in een multipack, maar volgens mij waren deze 6 of 7,99 per stuk. Heel budget en ook gewoon hele fijne modellen. Aan de onderkant zit zo'n elastiek, dus dat zit fijn om de schoenen of om de voeten heen of om de voeten om de enkels. Hier zit een elastiek, er zit een koord in, er zitten zakjes in. Ik vond deze kleur gewoon echt ideaal voor de komende periode. En ja, ik heb hem dus ook in het zwart. En volgens mij hadden ze deze echt in heel veel verschillende andere kleuren. Ik zal even de maat opzoeken voor jullie. Dit is een maatje 104. Eigenlijk nog iets te lang voor Jax. Maar ja, ik heb liever die broekje iets te lang dan te kort. Wat ik al zei, ik vind het een beetje ongemakkelijk als daar dan zo'n bloot enkeltje zichtbaar is. En iets, ja, en dan streel ik eigenlijk meer mijn eigen ego dan dat van Jax. Maar toevallig vindt Jax dit ook heel erg leuk. Ik vond dit geweldige huispak voor Jax. Ja, sorry jongens, het bevat doodskoppen. Het is zwart-wit, kleuren die ik ook gewoon heel graag draag. Zegt mevrouw terwijl ze nou een roze pakje aan heeft. Maar hoe leuk is dit? Ook echt, ja, als ze dit in mijn maat hadden, dan weet ik wel hoe ik de komende periode erbij ging lopen. Het is een losse set, dus je koopt de broek los van de trui. Maar dan is het nog volgens mij beide tientje per stuk, 8 euro per stuk, weet het niet precies. De broek heb ik in een maatje 110 besteld. Ja, echt, ik vind het helemaal fantastisch. Sommige mensen vinden dit verschrikkelijk. Wij liepen met mijn moeder toevallig laatst in de H&M. En die vond het echt helemaal drie keer niks. Maar ze wist wel dat ik ervan hield. Ja, ik hou gewoon van doodskop. Ik weet niet wat dat is. De trui heb ik in een 110, 116. Kun je ook gewoon losdragen, net als de broek. Ja, hier ben ik dus echt oprecht zo blij mee. En wat ik al zei, Jax vindt het dus ook gewoon heel erg leuk. En dan heb ik denk ik alle kleding gehad voor deze video. Wat ik al zei, ik kan niet alles laten zien. Want ik ben ook nog een aantal kleding items die in de was zitten. En die worden gedragen momenteel. Ja, toch genoeg kleding al laten zien in deze video. Ik ga er de tas van Dille en Camille even bij pakken. Ik zal even mijn aankopen nog snel van de Zeeman laten zien. Want die zitten er ook in zoals ik kan zien. Wij gingen een paar weken terug, ging ik met mijn moeder een dagje naar Maastricht toe. En ik vind Maastricht echt een hele leuke winkel of een hele leuke stad. En ik moest bij de Zeeman sowieso nog even nieuwe panties halen. Ik laat deze heel vaak zien in mijn lookbooks. Ook in mijn reels, mijn outfit reels. Dit zijn echt mijn favoriete panties. Ik haal altijd een voorraadje. 2,29 krijg je er twee voor en ik heb ze in het zwart. Ik heb toevallig ook een setje in het bruin liggen, maar op een of andere manier doe ik die gewoon heel weinig aan. Zwarte doe ik wel heel vaak aan en ik zie nou dat het 20 deniers is. Dus dan hebben we dat, ja, gedoe ook uit de wereld geholpen. Want iedere keer twijfel ik, heb ik nou 20 of 15 deniers? Het is 20 deniers. En voor Jax kocht ik ook al nieuwe handschoenen. Ook omdat we op zoek waren naar handschoenen in zijn maat. En hij had echt alleen nog maar van die wandjes. Of handschoenen in liftermaat. En dit is echt zo'n prima tussenmaatje. Deze past hij gewoon prima. En ik weet ook, als ik het nu niet mee ga nemen en ik ga er dadelijk naar op zoek, kan ik het niet vinden. 99 cent. En ja, jongens, kijk eventjes hoe zacht ziet het eruit. Dus ja, die heb ik ook alvast aangeschaft. En dan ga ik er nu even de dingen van Dille en Camille uithalen. Ja, ik vind Dille en Camille vind ik zo'n leuke winkel. Als ik daar naar binnen ga, dan kom ik altijd met iets naar buiten. Ook al heb ik helemaal niks nodig. En het filiaal in Maastricht is echt huge. Altijd hebben ze daar wat te proeven, wat te drinken, wat te eten. Je kunt daar je eigen wasmiddel maken, je eigen schoonmaakmiddel. Je kunt daar dingen uitproberen. Kortom, ik vind die winkel echt fantastisch. En nu waren we daar. Ja, waarvoor waren we daar eigenlijk? Gewoon om lekker even rond te kijken. En ze waren daar thee aan het uitdelen. En dat heette Wintermelange. Ja, alleen al die naam en die geur had ik zoiets. Oké,
dit trekt mijn aandacht. Nou, en ik nam een slok van die thee en hij was echt te die voor, zo ontzettend lekker. Dus ja, ik had al zoiets van, oké, deze mensen weten gewoon hoe ze hun producten moeten verkopen. Dus ja, ik heb hem ook gekocht, de wintermelange. En hij is echt, hij ruikt zo ontzettend lekker. Het is een kruidenmelange. Je kunt ook aan de verpakkingen zien wat het is. Je hebt bijvoorbeeld groene thee, je hebt witte thee, gewoon zwarte thee, rooibos. Ja, je kunt het allemaal aan de kleur hier onderin zien wat het is. In deze thee, ja, daar gaan we al. Zit gember, zit zoethoutwortel, vinkel, kaneel, sterrenijs, kruidnagel. Ja, dat zijn allemaal geuren en smaken echt voor de winter. En hij was gewoon echt heel erg lekker. Zo'n verpakking, oh, er staat hier geen prijsje op, is volgens mij €4,95 en daar zit 75 gram in. En als het gaat om verse thee, dan zijn dit echt wel mijn favorieten. Ik vind deze echt heel erg lekker. En toen stonden we bij dat theeschap en ja, ik heb al meerdere thee van Dilla en Camille en ik vind het zo'n lekker product. En nu had ik ook wat recepten gevonden, die staan ook gewoon allemaal in die winkel. En dan hadden ze het iedere keer over golden chai. En ik, ja, ik weet niet, sinds een tijdje vind ik chai tea echt gewoon heel erg lekker. En dan zag ik dus ook dat ze daar ook een kruidenmelange van hadden. Ook 75 gram. Ik denk ook €4,95 dat deze is. Dat ook geen, hoe heet dat, geen prijskaartje op. En daar zit dan in appel, kurkuma, gember, kaneel, sterrenijs. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die wintermelange. Maar dan heet het golden chai. En wederom is dit ook weer een kruidenmelange. En echt super lekker. Dus als jij nog op zoek bent bijvoorbeeld naar een leuk cadeautje of iets. Of als jij weet dat iemand heel erg van thee houdt. Dan zijn dit echt wel producten aan te raden. En ik bedenk me nou net dat we nog iets hadden gekocht bij Dilla en Camilla. Maar dat staat toevallig beneden. En dat was een appelstroop met kaneel. Appel en kaneel. Ja, echt ook appeltaartje in je stroop. Echt fantastisch. Ik heb volgens mij al een keer eerder verteld dat wij zo'n variant hadden gekocht. Dat was toen in de pluktuin in Putten, als ik het goed zeg. Daar waren wij toen op vakantie. En daar waren locals, die hadden daar zo'n natuurwinkeltje. En daar kon je dan ja, plaatselijke producten kopen. Waaronder dus ook zo'n appelstroop. En ik zag dat potje staan. Ik zeg tegen Liv, zullen we deze ook meenemen? En hij is echt fantastisch. Hij ruikt zo lekker. Hij is super lekker. €5,95 weet ik toevallig dan wel weer. Is iets prijziger dan de appelstroop in de supermarkt. Maar eerlijk is eerlijk. Je proeft echt het verschil. En hij is echt heel erg lekker. En als laatste kocht ik ook nog bij Dilla en Camille een geurolie. Ik heb een tijdje geleden bij Holland & Barrett natuurlijk volle bak die Christmas Berry ingeslagen. Dat is echt mijn ultieme geurtje als het gaat om het najaar, om de herfst, om de winter. Maar deze zag ik staan en ik had zoiets van, weet je, ik weet ook vorig jaar, toen had ik best wel een periode die Christmas Berry aangezet. En op een gegeven moment rook ik hem niet meer, omdat je zo gewend bent aan die geur. En ik denk, zul je dadelijk zien als we dadelijk de kerstboom op gaan zetten, dat ik dus helemaal niks meer merk van die geur. Dus dan vind ik het wel fijn om een beetje te experimenteren met geurtjes. Dit is de cederhout. En die rook eigenlijk wel heel erg subtiel. Dat ik dacht, oké, dit vind ik voor de verandering ook wel een hele lekkere geur. Ook een hele warme geur. Ik krijg alleen de verpakking voor geen goud open. En ik vond hem wel in verhouding met die van Holland & Barrett wat duurder. Deze was namelijk €7,95. Op zich valt het ook echt nog wel mee qua geurolies, want je hebt ze ook echt nog wel duurder. Maar ik had er nog een in mijn handen en die was €12,95. Dat ik dacht, oké, dit vind ik dus best wel prijzig voor een geurolie. En die van Jacob Roy, die gebruik ik eigenlijk altijd en die bevallen mij gewoon prima. En ik dacht, ja weet je, ik ga het eerst proberen, want dadelijk vind ik het drie keer niks. En dan zit ik daar allemaal met van die dure potjes opgescheept. Ja, heerlijk. Dus die ga ik straks eventjes aanzetten. Ja, verschillende geuren. Ook patchouli, lavendel, citroenmelisse. Echt ontzettend veel. Ik ben dus voor deze gegaan. En ja, zoals ik hem nu ruik, ruikt hij echt wel heel erg lekker. En we eindigen even met wat spullen van de kruidvat. Die zitten toevallig ook in mijn tasje van Dilla en Camille. Te beginnen met mijn favoriete mascara. Die was bijna op. En toevallig was er een weekend aanbieding in de kruidvat op deze mascara. Die waren nou €2,99. Terwijl deze ja, normaal gesproken 3 nog wat is. Ook niet zo heel duur. Maar nu had ik zoiets. Ik had een nieuwe mascara nodig. En denk, neem deze mee. Van deze lijn hebben ze bijvoorbeeld ook die. Dan lijkt dat die verpakking op een corset. Dus met groen.
En daar hoor ik dus ook heel veel goede verhalen over. Maar deze heb ik echt al sinds mijn 15e. En ik twijfelde van, oké, ga ik die meenemen of ga ik gewoon voor mijn oude vertrouwde? Want dadelijk vind ik die andere helemaal niet fijn en zit ik met een mascara opgescheept. Maar anderzijds, voor dat geld had ik hem misschien wel een keer kunnen uitproberen. Maar ik vind deze gewoon het fijnste. De I Love Extreme Volume Mascara van Essence. 2,99 gewoon in de kleur zwart. Ik vind hem top. En dan, jullie kennen me langer dan vandaag. En jullie hebben ook al geregeld voorbij zien komen dat ik groot fan ben van de shampoo en crème spoeling bars van Nature's. De Kruidvat Nature's lijn. En ik weet niet, die heeft gewoon een tijdje uit het assortiment gelegen. Want ik ben echt in zoveel winkels geweest. En ik kon het gewoon niet vinden. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar ik heb een nieuwe shampoo bar nodig. En ik heb een nieuwe crème spoeling bar nodig. Wat ga ik doen? En toen zag ik bij de Kruidvat deze staan van Foamy. In principe ook redelijk budgetvriendelijk. Maar ik had dit dus nog nooit gebruikt. Ik had zoiets, nou weet je, ik heb toch een bar nodig. Dan nemen we deze maar mee. Shampoo bar voor normaal haar en de crème spoeling bar voor alle haartypes. En die geur echt, ik heb ze toevallig in gebruik, maar die geur zit nog helemaal in die doosjes. Het ruikt lekker, het werkt gewoon prima. Maar ik weet niet wie deze bars heeft bedacht, want in deze zit een beetje een boog. In deze ook is iets minder aanwezig dan in de shampoo bar. En dat vind ik dus helemaal niks. Die boog, ja, ik weet niet, dat is gewoon niet. Ja, het moet misschien zo'n ergonomische vorm zijn of zo, maar dat voel ik niet helemaal. Zeker ook na dag 1 was de conditioner bar bij mij al doormidden gebroken. Dat ik dacht, nou, we moeten er nog even mee. Momenteel is het nou eind oktober. Ik heb ze begin oktober gekocht. Ze doen het nog steeds. Ze werken gewoon prima naar behoren. Ze ruiken lekker. Ze zijn budgetvriendelijk. Maar ja, toch mis ik wel een beetje mijn Kruidvat Natures. Maar zeker aan te raden, zeker een prima alternatief als er een keer een product niet aanwezig is. Maar die boog had voor mij niet gehoeven. Maar ja, dat is misschien ook persoonlijke smaak. Maar ja, wat ik al zei, we waren dus in Maastricht geweest. En ik dacht, ja, we liepen de Kruidvat in. Ik had die mascara gekocht. En ik liep toevallig langs het vak. En toen zag ik ze staan. En toen dacht ik, oh, ik ben zo blij. Want ik ben echt in zoveel filialen hier in Tilburg geweest. In Gilze, in Rijen, in Oosterhout, in Dongen ben ik geweest bij twee filialen. En niemand had ze. Zodat ik op een gegeven moment echt zoiets had van, oké, worden ze dan eruit gehaald of zo? En nu zag ik ze staan in Limburg. En ik dacht, ja, ik heb die van Foamy nou. Maar ik denk, het is mij wel gescheten. Dadelijk zijn die op. Ga ik weer op zoek naar deze. Kan ik ze weer niet vinden. Dit, jongens, dit zijn echt gewoon mijn favorieten. Shampoo bar en mijn favoriete conditioner bar. 3,99 per stuk. Ze werken goed. Ik vind ze gewoon fijn. Ze zijn budgetvriendelijk. Dus ja, ze zijn nog niet gebruikt. Ze staan nog op voorraad. Maar ik ben zo oprecht blij dat ik ze nou weer heb. En ook deze. Ja, deze ruikt echt fantastisch lekker. En dan waren dit al mijn geshopte items voor de maand oktober. Wat ik al zei, het is echt een mega shoplog geworden. Want als ik kijk hoe lang ik aan het filmen ben. Is al bijna een half uur. Dus ik denk dat het een behoorlijk gezellige lange kletsvideo gaat worden voor vandaag. Maar ja, ik weet dat jullie daar ook gewoon graag naar kijken. Dus ik doe het allemaal voor jullie. Ik ben benieuwd wat je van deze shoplog vond. Ik ben natuurlijk benieuwd wat je favoriete item was. Klets gezellig mee in de reacties. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zal proberen zoveel mogelijk dingen linken in de beschrijving, mocht daar vragen naar zijn. En mocht je andere vragen hebben, dan kun je me altijd een berichtje sturen via YouTube of gewoon via Instagram. En ik heb laatst toevallig ook van iemand een mailtje ontvangen en dat mag uiteraard ook gewoon. Voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet niet om even nog die video een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik je volgende week weer terug te zien bij een nieuwe video. Doei!